De dierenambulance Almelo aan de Aardijk kreeg dinsdag uit handen van Frans van Vissen van Dierenbeschermer Noordoost het keurmerk kwaliteit van dierenambulance, kennis en ervaring van het personeel. Wij komen vandaag afscheid nemen van Peter van Stijn. Peter van Stijn is 6,5 jaar coördinator geweest van deze dierenambulance en heeft het op zo'n goede manier gedaan dat we vandaag tegelijkertijd het keurmerk aan hem kunnen geven. Het keurmerk afgegeven door de organisatie Dierkeur en eigenlijk een kroon op het werk van Peter, want daarmee wordt duidelijk hoe goed de zaak hier georganiseerd was. Dit keurmerk is in 2,5 week is het afgegeven en dat is eigenlijk best wel uniek. Dat betekent dat hier alles goed voor elkaar was, de mensen goed wisten waar ze mee bezig zijn. Fantastisch resultaat. Dankjewel Frans, hier zijn we heel erg blij mee. Niet alleen ik als afscheid, een mooi afscheid, maar om het achter te laten aan de nieuwe vrijwilligers, althans de achterblijvers, dat ze op een goede manier door kunnen gaan. Daar ben ik zelf ook heel erg trots op. Ja. Prima club, een goede dierenambulance, het certificaat van diervervoer, meer dan waardig. En Peter laat hier een club achter die een goede basis heeft om de toekomst in te gaan. Goede mensen, goed materieel en de kennis die nodig is om dit moeilijke werk goed uit te voeren. We zijn hartstikke trots op Peter. Zeg maar Peter, wat ga je nu doen dan? Ik ga iets heel anders doen. Ik ga Almelo verlaten. Ik ga naar Drenthe verhuizen, naar Exlo. Ik heb daar een nieuwe vriendin leren kennen. En zij heeft een hele grote tuin, die ga ik verder onderhouden. De liefde, hè? De liefde. Die is niet tegen te houden. Ja.